een hele goeie. Morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog, jongens. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jullie zien het goed. Vandaag gaan wij back to school shoppen. Yeah. En dat betekent dat het weer bijna tijd is voor ons om naar school te gaan. Het zou best kunnen dat jullie nog vakantie hebben. Of dat jullie al naar school gaan. Of ook deze week naar school gaan. Het is een beetje verdeeld natuurlijk in Nederland. Maar voor ons hebben we nog donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. We hebben nog 4 dagen vrij. En dan gaan ze naar school toe. Dus het wordt tijd om weer lekker te shoppen voor back to school. Dat is eigenlijk iets wat we altijd met de kinderen doen voordat ze weer naar school gaan. Gewoon lekker gezellig momentje om ook weer even te kijken wat voor leuke nieuwe dingetjes we allemaal weer kunnen gebruiken. Maar we gaan niet zomaar back to school shoppen. Kijk, Pip wilt ook mee. Mama heeft er een heel leuke twist aan gegeven. Want ja, jullie mogen je eigen schoolspullen uitzoeken. Maar wel in je eigen kleur. Kleur? En voor deze keer mag je echt je eigen kleur kiezen. Soms moeten ze ook wel eens grabbelen of zo. Maar omdat dit schoolspullen zijn waar je toch heel jaar voor moet doen, mag je zelf kiezen welke kleur jij je schoolspullen wil shoppen. Welke kleur vind jij mooi om jouw schoolspullen te shoppen? Roze. Of paars. Of groen. Of blauw. Wat wil je? Of je oranje. Oranje. Luxie gaat voor oranje. En best een lastige kleur volgens mij, maar we gaan het zien. Ik ga voor blauw. Blauw? Ja. Zo, verrassende kleuren jongens. Ja. En Luan gaat voor? Geel. Geel, oké. Oranje, maar blauw en geel. We gaan niet alleen schoolspullen kopen. Kinderen mogen ook altijd een leuk outfitje kopen als ze weer de eerste dag naar school gaan. En het is puur een outfitje voor de eerste dag naar school. Dat gevoel van, oh ja, dat outfitje had ik aan voor de eerste dag naar school. Maar dat betekent, Luxie, dat jij een oranje outfit moet uitzoeken. Ik denk een blauwe. Je mag nu nog switchen van de kleur. Als je denkt, nou... Nou, ik wil echt voor blauw, ja. Jij gaat echt voor blauw? Ja, ik ga voor echt janje. Oranje? Janje? Ja, maar ik weet niet of kleren bestaan in geel. En je kunt ook gewoon een leuk outfitje doen met de accenten. Ik denk niet dat je dan helemaal in het geel gaat. Nee. Want dan weet ik niet of je dat zo leuk vindt. Nee. Ik denk dat ik dan een blauwe spijkerbroek ga doen. Ja, zoiets. Met wat accentjes. Het hoeft niet een Pieper de Clown outfit te worden natuurlijk. Het is wel een eerste schooldag. Dus dat gaan we doen vandaag, jongens. En hiervoor gaan we naar Zwolle toe. Aangezien we hier toch de meeste winkels hebben om lekker te shoppen. Dus papa had een busje al klaargezet. We nemen Lucius en Daniel gaan ook lekker gezellig mee. En dan gaan we lekker een dagje shoppen in Zwolle voor onze back to school spulletjes. Mama, ja. De auto is ook blauw. Ja, de auto is al blauw. Die is al in jouw kleur. De jongste de kinderen die gaan sturen. Gaan jullie al sturen? Lucius is gestoken door muggetjes. Zie je dat? Hij muggenbultjes. Bij de vijver waarschijnlijk. Pik, pik. Ja. Maar Lucius, jij rijdt hè? Ja, we gaan op naar Zwolle. Op de Zollywood. Nou, let's go. Klaar voor jongen? Ja. Welke kleur had je ook alweer? Oh, ik ben aangereden door een robot. Luan had geel, blauw en Luxie oranje. Ja. Nou, ben benieuwd jongens of dit gaat lukken. Wil ik roze? Papa roze, ja, vind ik een goeie. We zitten in de auto en we gaan op weg naar Zwolle. En dan gaan we eens even kijken of we daar wat leuke schoolspullen kunnen zien. Lukt het? Het is gewoon met je klem. Het is nog vroeg, jongens. Gaan we even kijken of we nog leuke schoolspullen kunnen vinden. Moeten we wel even kijken wat we precies nodig hebben, jongens. Broodtrommel, fruitbakje, bekers drinken, schooltas. Schooltas die heb je nog van vorig jaar nu. Oh ja. En wat gaan jullie kopen? Een setje wat ik dan weer op school kan aandoen. Oh ja, een kledingstukje. Ja. Ga je dat zo vanzelf zien in de winkel? Hè? Ja. Dat zien we zo wel vanzelf. Ja. Nou. Het wordt nog wel een uitdaging, hè? Want je mag alleen schoolspullen in je eigen kleur pakken. Ja, dat wordt nog wel een uitdaging. We stappen voor de. Nou jongens, het weer is wel rigoureus anders geworden sinds gisteren. Het is helemaal bewolkt vandaag, maar in ieder geval, wij zijn lekker in Zwolle. Kijk, daar zie je de mooie paperbus al staan. En we gaan lekker hier de stad in. Volgens mij is het nog vroeg, ik hoop dat de winkeltjes al open zijn. Daniel is even een kaartje kopen daar.
Lucius die is inmiddels in slaap gevallen. Kijk, dus die leggen we even in de kinderwagen. En Daniel zei, oh, ik moet ook nog wat dingen bij de Mediamarkt hebben. Dus dan gaat Daniel even met Lucius in de kinderwagen slapen, het lekker naar de Mediamarkt. En dan kunnen wij alvast even kijken of we wat schoolspullen kunnen vinden. Is dat een goed idee? Ja. Jawel, hè? Nou, eerst even de kinderwagen pakken. Want Lucius die slaapt, kan die weer lekker verder slapen. Nou, Daniel die gaat toch even alleen naar de Mediamarkt. Neem ik Lucius mee, want als hij wakker wordt, dan heb ik niet voor voeding. Ja, je hebt de tassen. En dan heb je de cameratas en alles mee. En een plankje voor Luxie. Oh, mijn jongens. Ik moet wel even het geluid daar zetten. Oh ja. Kijken, links, rechts, links. Het is een zebrapad. Dus we hebben voorrang. Nou jongens, dan gaan we eerst maar eens even kijken bij... we komen we eerst langs. Oh ja, dan zitten we bij de Primark de... zwembroeken zien voor papa. Neem we allemaal drie mee, hè? Wat wil je doen? Die mooie grote zwart. Onderbroeken neem ik mee. We gaan eerst eens even kijken voor schoolspullen, jongens. Ja. En volgens mij heeft de Primark komen we als eerst langs. Dan kunnen we als eerst even kijken. Weten jullie nu de kleur nog? Ja, blauw. Blauw. Luxie had? Oranje. Oranje. En Luan had? Geel. Geel. En Luxie? Lucius die had? Groen. Nee, Lucius die doet verspekkenbonen. En als Luan naar de Silla en Luxie naar school gaan... Dan gaat Luxie dus naar de grote groep 1. Want die heeft afgelopen half jaar heeft zij groep 1 gezeten. Want ze was in de winter jarig. Dus die gaat naar groep 1, maar dan de grote groep 1. Lucilla gaat naar... Groep 4. Groep 4. En Luan gaat naar... 6. Groep 6. Ja, papa gaat naar papa. De volgende business school. Papa die gaat niet meer naar school. Ja, ik lees nog wel. Elk boek wat je niet leest, dat helpt een keer. Dus ik stuur je nog steeds in de boeken. Papa die leest nog steeds boeken. Eigenlijk leren we nog steeds iedere dag, jongens. Ja, elke dag. Zolang je leeft, blijf je leren. Yep. Toch? Ja, nou, jongens. Daniel gaat hier naar de Mediamarkt. Tot straks. Tot straks. Dag papa. Kijk, hier lopen we langs de Primark. Nou, dan gaan we daar eerst even kijken. Kun je er zelf je eigen kleur erin doen. Zo. Gaan we naar boven toe. Druk maar op het knopje, Luxie. Naar nummer 2 gaan we dan. Oké, Luxie had dus oranje, Lucilla blauw en Luan iets van geel. En volgens mij, ik zie nou geen schoolspullen hier. Ik dacht misschien hebben ze dat, maar dat hebben ze niet. Gaan we even kijken of je een leuk setje kan vinden, goed? Alleen als je echt iets leuks vindt, hè? Ik dacht eigenlijk dat ze bij de Action ook wel, of bij de Primark ook schoolspullen hadden. Maar ik zie alleen maar kleren. Ja, schatje. Meteen nieuwe gymschoenen. Oh ja, heel goed dat je dat zegt. Gymspullen. Ja. Want dat waren jullie ook, daar waren jullie helemaal uitgegooid en de schoenen passen niet meer. Je moet nieuwe gymspullen hebben. Ja, kijk maar eens of ze dat hebben. Volgens mij hebben ze dat in ieder geval wel hier. Laten we eens even kijken. Kan jij wat vinden nu? Nee, blauw in, hè? Ja, we hebben een issue. Dus jullie vinden deze leuk. Ja. Er zit wel iets van blauw in. Ja, voor gym. Voor gym. Moet even kijken of deze maat jou deze past. Welke maat? 30. 30. Ja, 30. 50. Volgens mij. Deze, 37, nee. Deze. Oké, die moet even passen. Ga dit maar even passen, want ik weet niet precies welke maat je hebt. 32. Hoe voelt hij? Goed. Zit hij goed? Ja, hij zit goed. Is hij niet te groot? Doe eens lopen. Ja, is lastig, want hij zit aan elkaar vast. Maar doe ze een stukje lopen. Ja. Het ziet er wel gek uit. En het rem. Ja, is hij niet te groot? Nee, hij is niet te groot. Het is perfect. Nee? Perfect? Nou, top. Perfect voor gym. Dan heb jij je gymschoenen binnen. Ja. Met een klein beetje blauw. En oh ja, de onderkant is blauw. Kijk, ja. Die. Dus mama keurt hem goed. Anders wordt het wel heel lastig hier, hè? Lucilla heeft wel haar gymschoenen, dus ze is alleen nog even kleren aan het zoeken. Maar voor Luxie is dat best wel lastig in de kleur oranje. Want er is niet heel veel oranje van wat je moet hebben. Dit is zwemkleren. Dit is allemaal, we zoeken nou dus eigenlijk ook de gymspullen. Maar dat is een beetje lastig. Maar goed, we zijn net begonnen vandaag, dus we geven de moed niet op. Luxie, kom, gaan we daar even kijken. Mam? Ja. Heb je ook wat voor? Nee. En jij ook niet? Nee, ik kan geen gymkleren zien. Geen gymkleren, ga ik maar even kijken. Ik denk dat Luxie van kleur moet switchen, want je hebt voor mij dus bijna niks in oranje. Luxie, zullen we een andere kleur uitzoeken voor jou? Ik denk roze. Of paars. Paars. Wat gaan we doen? Roze. Roze? Nou, gaan we even kijken.
Je zegt tegen Luxie Ros. En waar liep je meteen naartoe? Ze liep meteen daar naartoe. Maar dat is niet een outfit voor school, schatje. Maar kijk, weet je wat wel roze is? Dit. Dit zijn wel roze schoenen. Misschien hangt hier wel jouw maat tussen. Ja. Even kijken hoor. 23, maar dat is haar te klein. Geen 24. Nee, ook niet jouw maat. De rest kunnen we hier niet echt iets vinden. Dus het wordt zometeen weer een volgende winkel. Nou, Lu. Nou, Luan had de kleur geel. Dat is volgens mij al wel iets wat makkelijkere kleur. Ja. Laten we eens even kijken. Ja, maar het wordt straks ook weer koud, hè? Dus je kunt nu niet heel erg zomerse kleren gaan kopen, want het wordt in september wordt het alweer herfst. Dus dan trui of gewoon iets met lange mouwen of zo. Niet een heel erg zomers setje. Want die heb je ook wel genoeg. Of zo'n leuk pak of zo. Hier zoiets. Maar dat is niet jouw kleur. Nou, ondertussen is Luus ook weer wakker. Dan hebben we niet heel erg veel gevonden. Nee. Een paar dingetjes maar. Ik heb schoenen. En topjes en een ketting. BNF-ketting voor de vriendinnen. Ja. Nou jongens. Volgens mij hebben we toch nog wat gevonden. Kijk daar. Dit is een... Even kijken. Agenda? Ja, dit is een agenda. Heb ik niet nodig. Die heb je nog niet nodig. Dat is een heel klein setje met allerlei dingetjes erin. Mag ik die ook? Wat is dit? Nou, Silla heeft wat blauws gevonden. Hier. Wat zit er allemaal in? Oh, dat zijn schriftjes en zo, denk ik. Ja. Ja. Dat is een echte... Hetzelfde wat Luxie heeft deze en het roze. En die heb jij in de blauw. Ja, en grappig. Oh, wat heeft Luxie? Een roze lippenbalsem. En Lucilla heeft... Ik ga hier stiekem Mendels in doen en dan kan ik hem in je klas nemen. Zeg maar niet tegen je vrouw. Nee, dat is, het is wel blauw. Volgens mij is het lippenbalsem. Nou, Lucilla heeft nog wat gevonden. Een blauw ietwi. Ja, heel mooi. Ondertussen zijn we schoenen aan het passen. En Luan heeft deze gevonden met een geel lijntje erin. Leuk, Lu. En Lucilla en Luxie zijn hier bezig. Ik heb deze. Lucilla heeft die uitgezocht. En Luxie heeft eentje met lampjes erin. Kijk, ga stappen. Och, je hebt allemaal jullie goede maat. Dus dan moet je even de andere kant vragen. Ik heb één maatje groter, maar die kan ik lekker in groeien. Ja, zit hij niet te los? Nee, hij zit niet te los. Moet ik zo doen, want hij niet af. Luxie, zit hij goed bij jou? Ja. Ja? Eens kijken. Vind je die mooi? Ja. Ja, met de unicorn? Ja, tuurlijk. Ja, dat is een stomme vraag. Ja. Het is meer op mama denk van, ze mogen ook andere schoenen uitzoeken voor weer het nieuwe schooljaar. Maar het is alleen en, niet het goede kleurtje. Nee, dus, maar misschien kun je je outfit wel een beetje blauw met spijkerbroek en zo. Ja, maar blauw en roze vind ik wel bij elkaar passen. Dat past ook elkaar. Ja, en Luxie die wilde heel graag een frietenkoek. Die wilde ze eigenlijk heel lang al. Maar ja, nu hebben ze ze hier. Hè? En ze hadden jouw maat. Ja, Luxie wel schoenen met glitters en lichtjeskoek geven. Ja, dan heb je die gevonden. Hè, Boefie? Oh, meisjes. En Luusjes, die is ook weer van de partij, hè, jongen? Ja, hij ging net lopen. Ging jij weer lopen, die Fie? Ging je weer een stapje lopen? Ja, dat kan ik lopen. Ja, dat wilt u zelf doen, dat wilt u zelf doen. Ja, hij heeft dat blauwe dingetje van jou gepakt. Dat is niet erg. Lijkt van Sia. Kijk dan, jongens, wat ik vind. Leuk, Lucius kan nu lopen, dus hij kan nu schoenen. Hij heeft die witte ook nog wel, maar deze zijn ook wel heel lekker zacht. Als de schoenen zijn verteld, mag ik dan ermee lopen? Met je schoenen aan? Hier, mama, wat nou, is dit? Dat mag je schoenen. Ja, maar het wordt alweer minder warm. Oh, ja. Nou, we hebben even de andere kant erbij gevraagd, dus we gaan even allemaal de schoenen passen. Kijk dan, Lucie. Met de andere kant erbij. Ga ze maar eens even passen. En de schoenen. Voor dat. En twee, alsjeblieft. Hey, we hebben het heel leuk. Heb je je allereerste schoentje aan? Nee, dit is het tweede schoentje. Oh ja. Die andere had je ook nog. Ja. Maar die was nog steeds iets te groot. Oh, deze ja. Net even iets kleiner, want die was toch iets te groot. Maar kijk, nou, ik denk dat hij wel geweldig. Die nu kan lopen, heeft hij wel schoenen nodig. Ja, dat is dan wel leuk. Als je maar niet iedere keer uitdoet. Ja, hij vindt de klittenband leuk. Hij vindt de klittenband kijk, leuk. Kijk, weet je wat het fijn aan deze is? Het is helemaal lekker zacht. Ja. Dat is wel fijn, ja. Die andere was best hard en die was nog een stuk groter. Ja. Deze past hier gewoon een stuk beter. Dus ik pak even de andere kant. Ja. Och, dan jongen. Moet je wel maar wennen aan schoenen, want dat ben je niet gewend. Nee. Dat is altijd op de blote voetjes. Ja. Ja, weet je wat er dan gebeurt? Zoals we vanochtend ook hebben gezien. Kijk eens, gaat hij dan weer lopen buiten? En wat heeft hij gedaan? Och.
teentjes gestoten. Auw. Maar ja, ik heb het niet eens gehoord dat hij huilde of zo. Nee, nou. Nah. Ik heb er zelf niks. Maar ik denk dat hij ook niet echt moet huilen als ik pijn heb. Hij heeft zo over de stenen en dan schaaft hij dus zijn voeten. Ja, dat is pijn. En dan eens even die andere kant passen. Ja, en deze schoenen zitten ook heel leuk. Ja, het is een heel leuk kerel. Ja. Het ziet er echt heel leuk uit. Echt toppie. Nou, en Lucilla ook, en Luxie ook. Luxie ja, ik vind deze echt heel leuk. Ja, ze zien er heel erg leuk uit. En de lampjes doen het? Ze springen? Ja. Ja, ik zag ze allebei. Ja, ze doen het. Kijk dan naar die schoenen, jongens. Die zijn leuk. Mooi toch? Nee, dan moet je wel even gaan kijken of ze kunnen lopen. Zullen we het even gaan proberen? Ja, lopen. Hm? Kijk, ik denk, de schoenen. Ja. Kijk of die eerste stapjes gelegd. Ja, ik vind het moeilijk met je... Alleen met schoenen aan is het een stuk lastiger. Hij moet je daar gaan wennen. Nee, hij wil niet lopen. Maar goed, ik denk wel dat dit leuke schoenen zijn voor hem om mee te gaan lopen. Kijk. Dus dit vind ik wel heel leuke schoentjes. Waarmee hij lekker kan leren stappen zonder dat hij zijn voetjes bezeert. Echt leuk deze. Neem deze ook voor hem mee. Nou, dan zijn jullie allemaal geslaagd, hè? Jij neemt die mee. Luxie die. Ze hebben de pellootjes al te pakken. Lucilla die wil deze graag meenemen. Jij hebt voor deze gekozen, de lampjes. Nou, top jongens. Dan zijn we voor de schoenen geslaagd. Nou, doe ik eerst voor Luxie. Nou, ze hebben een muntje geschreven. Kijk eens voor het trui. Oh ja, voor het trui. Ik wil die. Hier zit zo'n schietenballetje in. Je hebt je beestjes. En waar moet je hem in doen? Hier bovenin. Ja. Dan mogen ze er een balletje uit draaien. Oké. Okay. Oeh, wat zit erin? Ja. Leuk, roze. Nou, Lusjes. Zullen we jou deze nooit erin? Nou. En wat is het? Het is er? Ik heb een varkensqueezie. Wat zit erin, jongen? Oeh, een blauwe bal. Oh, je hebt een varkentje? Ja, ik heb een varkentje. Een varkentje? Oh, een varkentje. Ah. Oeh, wat heeft Luxie? Pak maar. Wat zit erin? Wat zit erin? Oh, je hebt een leeuw. Oh, Luxie heeft een tijger. Die is leuk. Een tijgertje. Ik heb een muis. Dan wil een muis. Lucie die denkt, ik wil nog een balletje. Nou jongens, kom, we gaan naar de kassa. En dan gaan we verder. Met onze zoektocht. We vinden dit veel te interessant, al die balletjes. Ah, schattig jongens. Nou, en we lopen weer verder. Op naar de volgende winkel. En ook een klerenwinkel kijken voor een leuk kledingsetje. Schoenen hebben we al binnen. Ja, kijk, die zijn we bij de Jamin. Mag je snoepjes uitzoeken in je eigen kijk. Ja, dat ziet er leuk uit. Oeh, kijk dan jongens. Kleuren en overvloed. Je kan je vast wel je kleur vinden. Zakje afscheuren. En alleen, dan alleen, wat was je ook alweer? Blauw. Ja, blauw. Blauwe snoepjes. Luxie gaat voor de roze snoepjes. En Luma gaat voor de gele snoepjes. Ik ben benieuwd, jongen. Kijk. 3, 1, 2, 3. Dus we zijn nu in de Zara. We gaan eens even kijken of we hier wat kunnen vinden. 2 of 1, ik weet het niet. Hey. Ja, gaan we, jongen. Nu gaan we naar boven toe. Nou, eens even kijken. Luma heeft al wat geels gezien. Is dat een leuk setje, jongen? Hier. Het is een beetje geel appelachtig, hè? Ja, leuk. Maar wil je geen lange broekronde hebben? Nou, dan heeft hij al wat gevonden. Leuk spijkerhoek erbij. Dus je zit hier een balletje. Oh, er gaat een balletje. Hoi. Nou, Lucilla heeft wel wat gevonden. 52. In oranje. Maar niet uit. Vind je het leuk? Ik vind het zo leuk. Ja? Maar is dat een goede maat? Lucilla heeft nog wat gezien. En dit is wel echt blauw, ja. Er zat ook wel deze broek. Nou, een leuk blauw topje erbij. Die? Kijk of we jouw maat hebben. Ja, dit is jouw maat. Kun je die oppassen? Dit broekje met die en die. Nou jongens, we doen Lucius weer even in het draagzak. Nou jongen. Al dat shoppen. Je wilt ook shoppen. 1, 2. Nou, hij wil lekker in de draagzak. Gaan we verder. Luan en Lucilla die hebben een setje. En nu gaan we even kijken voor Luxie. Luxie? Nou, Luxie maat. Kijk. Nee, wil je het niet? Zoek maar iets uit. Zoek maar iets uit, Luxie. Dit is jouw afdeling. Kijk. Luxie heeft deze leuke outfit gevonden. Nou, gaan we even naar de paskamer. Goed? De paskamer is daar.
Nou, we hebben in ieder geval de outfits binnen. En nu gaan we naar de broodtrommels en de bekers. En ja, de blokker is hier aan de buurt. Goed? Ja. Nou jongens, let's go. Lucius heb ik hier weer in de draagzak zitten. En jongen, die wil weer lekker met mama aan de hand gaan. Oh, en dan gaan we nu weer naar de volgende winkel. Nou, eens even kijken. Nou, we zijn in de blokker. Oh ja, die is leuk. LOL. Maar dat is geen blauw. Lucilla, kijk eens. Dit is blauw. Nee. Nou, maar dat ga ik echt niet doen. Daar zit wel blauw bij. Ja. Ja, ik vind dat je de compromissen wel weer goed gesloten. Ja, willen jullie echt heel graag die? Ja, is zo. Weet je het zeker? Zo graag. Zo graag. Geen blauwe Paw Patrol? Nee, geen Paw Patrol. Nou, vooruit. Pakken jullie die maar dan. Yes. Goed? Mama. En geel is de uitdaging. We hebben een gele bananen. Mama. Broodrommel. Bananenbak. Moet... Ja, het is even niet anders, jongens. Broodrommels. We kunnen niet helemaal aan de kleur houden, helaas, pindakaas. Hier moeten we het echt eventjes uitzoeken, want we moeten zo weer terug. Ja. Hebben jullie wat uitgezocht? We moeten eerlijk zeggen, jongens, dat dit nog best wel een lastige challenge was. Aangezien we niet alle kleuren konden vinden in de goede kleur. De challenge is eigenlijk niet helemaal geslaagd. Maar goed, maakt niet uit. We hebben wel hele leuke schoolspullen gehaald. En plezier gehad. En daar gaat het om, jongens. En we hebben een leuke setje ook voor aan te doen voor school. Daniel die komt ons nu ophalen. Die moest even wat dingetjes regelen bij de Mediamarkt. En hij moest even bij de Rabobank langs. Dus die was daarheen. Vandaar dat hij er nu even niet bij was. En hij zei, oh, ik kom je wel even oppikken. Dus we lopen daar even naar een punt waar Daniel met de auto komt. En dan gaan we weer lekker naar huis toe. En dan gaan we jullie thuis laten zien wat we allemaal voor back to school hebben geshopt. Goed? Nou jongens, nu op naar huis. Nou jongens, hier zitten we op de stoep. Met al onze tasjes. Even te wachten op onze taxi. Op papa, want die komt ons hier zo meteen ophalen. Was wel gezellig zo lekker shoppen, hè? En we zijn weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Ja. Toch? Zo, en papa was ook klaar met zijn afspraak en ik ben weer hier bij mijn koos. Wauw, is het gelukt jongens? Ja. Oh, dan gaan we thuis allemaal bewonderen. Nou, we komen in het schone busje. Hadden jullie ook al gezien dat papa het busje had gepoetst? Jawel hè? Kreumelvrij. Nou, en ik werd net gebeld dat onze zingende visboer... Lekker. De viswarmer. Ik was bijna een broodje gaan halen bij de bakkerbart. Ja, we gaan lekker. Maar het komt een hele lange rij. Maar goed, dat hebben we gedaan. Nou, lekker visje eten. Op naar onze zingende visboer. En dan gaan we eventjes langs bij onze Nico, de zingende visboer. Lekker. Kom kinderen, ga je er even mee? Ja, kom je zo? Nou, dan gaan we even kijken. Maar ja, nu eventjes niet alleen. Hij gaat zwallen! Ja la ja la la ja la la. Nou, heb jij een leuke verjaardag gehad? Ja, zeker, ja. Ja. Echt, hè? Hoe is het hier bij familie van de Molen? Goed? Ja, het gaat fantastisch, hè? Alles wel? Alles wordt wel en gezond, hè? Maar dat komt omdat wij iedere dag vis eten. Dat dacht ik al, hè? Ja, en daar blijf je gezond van. En het is ook nog eens een keer goed voor je verstand. Dat wou ik zeggen, toch? Kijk, clipje ja, compleet. Niet, hè? Ja, dat wou ik zeggen. Nou, graag een zak familiekibbeling. Regelen we. Met de makreel. Zeg maar bedankt, Nico. We nemen ze over voor onze zingende vis. Dan komt hij aan. Lekker, lekker en gezond. Extra uithaal, omdat jullie met z'n allen zijn. Hey. Nou, Nico. Bedankt maar weer. Graag gedaan en tot gauw, lieverd. Tot de volgende. Ik stuur de foto's op. Mazzel. Hey. Is die verser dan vers, jongens? Vanochtend de verse zee, hè? Ja. Nou, daar hebben ze mogen van zingende visboer Nico. Eet smakelijk. Ondertussen zijn wij weer thuis. En ik moet heel eerlijk zeggen, jongens, het was echt een beetje een challenge. Ook omdat het heel lastig was de kleuren van de kinderen die ze hadden uitgekozen te vinden. Maar ook omdat Lucius wakker werd en niet in de kinderwagen wilde zitten. Hij wilde niet in de draagzak. Hij wilde lopen. Hij wilde alle kanten op. Ja, dat was best wel een rumoer. Dus ik had niet zeg maar de rust om heel rustig met de andere drie kinderen te kijken. Dus misschien had ik hem wel beter bij Daniel kunnen laten. Maar ja, dat is vaak achteraf. We hebben toch nog best wel hele leuke dingetjes weten te scoren. Maar niet allemaal de kleur van wat de kinderen hadden gekozen. En Luxie heeft een switch gedaan in de winkel. Omdat we echt geen oranje konden vinden. Dus die heeft omgeswitcht naar roze. Dat was toch wat makkelijker te vinden. Luxie is nu even lekker met Daniel een rondje wandelen. Zodat hij lekker zijn slaapje uit kan slapen. Want in de winkel wilde hij niet slapen. Vond het veel te interessant allemaal. En we zijn nu thuis. En de kinderen willen heel graag laten zien wat we allemaal hebben geshopt. Kijk, hier zitten we. En Luan die had geel, ja.
Luxie die had roze en Lucilla had blauw. Als eerste gaan we jullie even de outfits laten zien. Ja. Lucilla die had blauw. Nou, dat is duidelijk te zien. Die heeft een heel leuk blouseje. Lucilla! Met dat leuke topje. En het is ook een heel lekker stofje met een leuk bloemmotiefje erop. En wat grappig is, is dat ze een keer een ander soort broek heeft. Namelijk een broek met wijde pijpen. En die hoort ook een beetje zo te zitten. Want het is wel helemaal haar maat. Draai eens om. Kijk, dit is dus een broek met wijde pijpen. Helemaal ook naar beneden. Grappig is dat dan, hè? Ja. Ik had hem nog nooit gezien bij jou, maar ik vind hem hier heel goed staan. En haar nieuwe schoenen. Ja. En die zijn niet blauw, maar die zijn deze kleur. Maar die passen precies bij de outfit. Dus dit is haar outfit die ze aan gaat doen op de eerste schooldag. Ja. En Luxie, die heeft roze. En die heeft een superleuk pakje uitgezocht. Een jumpsuit. Een lekkere roze pakje. Met natuurlijk glitterschoenen. Kijk, daar gaan ze de lucht in. Hartstikke leuk, Luxie. Heel mooi pakje. Dan kun jij lekker je eerste schooldag mee doorbrengen. Luan die had de kleur geel. En ik vind, Lu, dat je het best wel goed hebt gedaan. Want je hebt leuke geel accenten gedaan in je shirt. En zelfs in je schoenen. Ja, kijk. Kijk. Hier hebben we geel zitten. Dit zijn gele schoenen. Hier. Ja. En hier. En daarbovenin. Ja, de broek. En het leuke vestje niet. Nee. Maar hier de t-shirt wel. Het t-shirt heeft een geel accent. Heel leuk. En het is een driekwart broek, deze. En dan met dat leuke, ja, spijkerjackje erbij. Ja. Heel leuk, Lu. Ja. Leuk. Dus dit zijn de outfits voor jullie eerste schooldag. Ja. Dan gaan we nu op naar jullie schoolspullen. Ja. Want die hebben we ook geshopt. Kijk, die hebben we even hier op de tafel gelegd. We gaan bij het kleins beginnen. Ja. Hier hebben we een heel schattig Mentos lippenbalsem. Hij is niet geel, hè? Maar hij is niet geel. Ja, je had niet zoveel geel daar in de winkel. En als het geel was, dan was het een beetje meisjesachtig, hè? Dan was het met regenboog of glitters. Dat vond je niet zo leuk. Nee. Maar deze Mentos is dus zo'n lippenbalsem. Ja. En dat ruikt dus naar Mentos. Ja. Die heb ik gekocht, dat vond ik wel leuk. Ja. Dan hebben we zo'n bananenbox. Daar kun je bananen in doen, zodat hij niet helemaal zacht wordt en bruin wordt. Nou, dan hebben we gewoon nog een lekkere snoepzak. Ja, is die ook voor in de klas? Of, Nee, niet voor mij in de kern. Die hoort eigenlijk niet bij Back to School, maar die moeten ze gewoon lekker uitzoeken. Ja. Hier, dat is heel schattig. Dat is eigenlijk zo'n pocket dingetje. En kijk hoe schattig dit is. Dit plakbandje. Oh, ik vind het zo schattig. En hier dit schaartje. Mm-hmm. En hier, oh, deze niet-machine. Ja. Moet je eens kijken. Ja. Maar dat vond ik ook wel leuk om mee te nemen. En dat leg je dan in je laadje van school? Ja. Oké. En dan, hier halen we even dingen. Het is geen gele lunchbox, zoals je ziet. Nee, want dat was ze dus ook niet. Maar deze is wel heel leuk, want deze heeft mijn vriend ook. Aha. Eden. Oh, ik dacht je zei je meester. Ja, nee, die had die donkerblauwe. Oh, oké. Die had die donkerblauwe. Alleen, die hadden niet twee soorten donkerblauwe bekers. Ah, ik snap hem. Nou, dit is ook gewoon zo'n bakje. De helft voor fruit en de helft voor brood. Ja. En dan gaan we naar de bekers. Mm-hmm. Gewoon zo'n leuke, simpele beker. Zit er nou een elastiekje om? Om te doen, of een sapje. Ja. Waarom zit er een elastiekje om? Dit elastiekje? Ja, waarom is dat? Ik heb geen flauw idee. Dat hoort volgens mij. Nee, maar waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij kun je dit dan gebruiken om een doosje dicht te houden. Maar dat vind ik wel leuk. Mm-hmm. Dus deze beker en de andere beker. Ja, voor je twee pauzes. Ja. Ja. En de gymspullen voor de kinderen heb ik ook niet gevonden. Dat is eigenlijk wat ik volgens mij bij de Scapino had kunnen kopen. Maar ja, door het hele gebeuren dat Lucius ook niet meer wilde en we gewoon naar huis wilden omdat het niet meer ging met Lucius in de kinderwagen, hebben we dat overgeslagen. Maar die ga ik van de week nog wel een keertje halen. Had ik gewoon een gymbroek en een shirtje. Maar trouwens, weet je wat je ook kan gebruiken? Van je hiphop. Ja, kan maar ook. Ja, dat is heel lastig. Oh ja, want je hiphop kleuren. Ja, nee, dat kan niet. Ja. Hiphop heb ik op maandag. En op maandag hebben we ook gym. Dan heb je gymtas van op school liggen. Nee, dat is niet handig. Is niet handig. Ik ga nog even. Ik denk dat ik even nog van de week bij de Scapino heeft dat vaak wel. Gewoon een makkelijke gymbroek en een shirtje erbij.
He, want dan zijn ze ook al uitgegooid. En je schoenen passen nog wel, hè, zei je. Nu gaan we naar Luxie toe. Wat heeft Luxie helemaal uitgezocht? Ik heb zo lipbalsem. Een roze lippenbalsem. Ook van Mentos. Ja. Met een haarbij erop. Een hele leuke. Weet je ook hoe die open moet? Want dat moet je natuurlijk wel weten als je in de klas zit. Oh. Aha. Kijk, hier kan je het schuitje doen. Zo. Er zit er ook een klein vorkje bij. Oh ja, helemaal kijken, Luxie. Een vorkje. Zal ik even de verpakking eraf halen? Zo. Die eraf. Ik wil je even helpen. Zo. Daar kun je dan het fruit in doen. Dan hoef je niet een extra bakje bij te doen. Ja, dat is ook handig. Ja. En dan hier de boot. Ja. En er zit een bijpassende beker bij. Maar de meisjes die hadden ook nog sowieso al nog wel een beker. Want ze moeten al twee bekers hebben mee naar school. En fruitbakjes, maar die hebben we nog wel, hè? Ja. We hebben dus niet, ook voor de meisjes, nog twee bekers. Want ik heb ook nog wel de bekers voor de meisjes. En alleen Luan, zijn bekers die stonken van de binnenkant. En ja, die kreeg niet meer schoon. Ja, die stinkt heel erg. En vandaar dat hij dus twee bekers heeft. En de meisjes hebben dus één beker. Omdat ze nog andere bekers hebben van vorig jaar. Ik heb en wat had je nog meer, Luxie? Ja, wat heb laat eens even zien. Ze heeft ook deze uitgezocht. Ah, deze? Want dat was roze. En wat zit er dan allemaal in? Dat had je al bekeken. Ja. Volgens mij had je er ook al wat in geschreven. Ja. Dat is het. Een boek. Een schriftje. Ja, en heb je ook wat in geschreven? Kijk, want Luxie kan haar eigen naam schrijven, hè? Ja. Ja, heel goed. Dat is mijn boek. Maar Luxie gaat naar groep 1. En hoe heet jouw klasse groep 1? Vlinderklas, de vlinderklas. Ze zat eens in een rupsenklas. En nu zit ze in de vlinderklas. Ja. Dat is een liniaal. Liniaal. Zit erin. Lineaal. Kan je dat zeggen, liniaal? Ja. Zeg eens, liniaal. Liniaal. Goed zo. En dat zijn briefjes. Die kan je posten, dingen. Die kan je opplakken om dingen te onthouden. Volgens mij heb je daar ook al wat op geschreven. Ja, heel goed. Oh, je naam ook. Heel goed, schatje. Hé, hey, want dan ga je straks ook in jouw klas ga je ook leren tellen. En dan krijg je ook cijfertjes. Ja, en dat kan je naam goed leren schrijven. Dat begint een beetje in groep 2. In groep 2, oh sorry, ik ga te snel. Een beetje spelletjes spelen. En in groep 3. Een pen, heel mooi, liefie. Ja. En in groep 3 ga je echt in rekenschriften werken. Ja, 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 dat schrijven. Is nu nog niet aan de orde, hè? Nee, maar Luxie gaat nog spelen, hè? Dat zo. Ja. Maar zoals jullie zien, heeft Luxie zoiets van, ja, maar ik wil ook graag schrijven, want die ziet natuurlijk alles van grote zus en alles van grote broer. En dan denkt ze, maar dat wil ik ook. Weet je wat het is? Dat is een puntenslijper. Ja, een puntenslijper is dat, hè? Ja. En je hebt ook een mooie gum. En een gummetje, kan je het mee uitgummen. En hier heb ik nog cookies. Wat zit er nog meer in? Ik hou hier vast. Ga maar terug. Goed zo. Daar ging je beker. Dat is nog net. En dat is een notitieboek. Daar kan je nog meer in schrijven. Dat is mooi, hè? Mooi, dit heb je nog niet echt op school nodig. Maar dit vond ze leuk om mee te nemen. Omdat het ook roze was. Ja. En dan kan ze thuis lekker mee spelen. En Luxie. En snoepjes. Ja, die gaan we straks eens even proeven. Ja. Nu gaan we, en Luxie heeft nog roze gymschoenen. Dit zijn haar gymschoenen. Die hebben van de Sarah. Zijn ze scherp of niet? En ja, dat poppetje die had je gekregen bij de schoenenwinkel, hè? Van je nieuwe schoen. Ja. Nou, Sil, nou is Sil aan de beurt. Ga je gang. Ik heb net zo ook als Luan zo mental ding. Maar hij is wel in mijn kleur. Hij is wel in jouw kleur, ja. Luan die had hem niet in het geel. En ik had hetzelfde als Luxie. Ja, maar ja, het was niet blauw. Nee, wel hier. Ja, dit is onze... Lucilla en ik hadden iedere keer een beetje in de winkel een discussie. Want Lucilla zegt... Dus, dan ben ik benieuwd wat jullie vinden. Lucilla zegt dat dit blauw is. Ja, dat is blauw. Maar ik zeg, nee, dit is groen. Nee, dat is blauw. Nee, ze stonden dus in de winkel. Nee, dat is blauw. Nee, dat is groen. Nee, dat is blauw. Maar het kwam er dus op weer dat ze heel graag deze broodrommel wilde. Ja, mam. Maar ik denk jij? Ik denk dat het lichtblauw is. Lichtblauw? Nee, ja, ik denk dus dat dit lichtgroen is. Nee, dit is lichtblauw. Ook erg, hè? Deze wat denken jullie? Lichtgroen. Deze kleur. Die kleur. Even scherp hebben, jongens. Hop, bekerscherp. En als iemand de perfecte naam weet... Of is het blauw? En als iemand de perfecte naam weet, laat het ook even zien in de reacties. Ja, valt het onder groen, valt het onder blauw. Maar ja, in ieder geval, Lucilla heeft hem dus meegenomen omdat zij vindt dat hij blauw is. Maar kijk, dit is jouw trui, die is blauw.
En dat is in mijn optiek is dit dus blauw. Dit is lichtblauw, dit is groen. Maar ik zit nu ook te twijfelen. Ik zit nu ook te denken dat het groen is. Zo schoot ik heb dus geen meter op in de winkel. Dus ja. Jullie snappen hem. Maar goed, ga verder. Zo. En ik heb ook zo als nu een zo'n mini zo'n dingetje. Ja, waar al die dingetjes in zitten. Maar mag je dat in jouw klas in je la hebben dan? Ze hebben een laadje met hun eigen spulletjes erin. Nou, ik heb in mijn etui een schaar, maar voor een lijn, maar voor de rest niks. Ik heb geen nietmachine. Nou, dat is misschien wel handig. Als je blaadjes wil bewaren. Van je, van je toets of zo. Dit noem je een paperclip. Een paperclip. Maar paperclip. Wat is dit? Ja, dat is voor de nietjes. Dat zijn nietjes voor je nietmachine. Als je blaadjes aan elkaar wil nieten. Dat is wel leuk. Dat is een origineel ding. Ja. En ik heb ook gymschoenen. Gymschoenen. En dat was ook nog iets van mam. Dat is blauw. Ja, dat is blauw. Maar ik dacht, het is paars. Nee, dat is blauw. Dit is uiteraard een blauw, roze en blauw. Zit hier blauw bij in, jongens? Ja, of nee? Ja, laat weten. Kijk, donkerblauw, paars. Ja. Donkerblauw, roze. En roze, oké. Okay. Maar het zijn wel hele leuke gymschoenen. Het is altijd heel moeilijk met kleuren. En de ene vindt schoenen en de andere vindt blauw. Ja. Ik had ook gedacht dat jullie ook weer van die makkelijke kleuren hadden, zoals allemaal roze of zo. Maar nee hoor, jullie gingen voor oranje, voor geel en voor blauw. Maar wel leuk. Ik heb wat anders. En ik heb net zoals Luxie ook zo'n ding. Ja. Maar dan een blauw. Ja, dan een blauw. En wat zit er daar bij jou allemaal in? Deze komt dus van, we hebben die ook weer vandaan? Bij de Primark. Ja, Primark. Primark. Deze dingen zijn van de Primark, ja. En een klein notitieboekje. Een klein notitieboekje. Of kleine tekeningetjes kun je hierop schrijven. Ja. Uh-huh. En of hey, kun je briefjes aan je vriendinnen schrijven. Die achter je zitten, dan schrijf je stiekem briefjes in de klas. Ja. Mama moet je niet op ideeën brengen, maar dat deed mama vroeger ook. Briefjes. En dan, het is wel grappig, want die briefjes heb ik nog bewaard. En heb ik in zo'n kan ik die nog wel een keer laten zien. En dan zie je briefjes wat ik met mijn vriendinnen schreef in de klas. En dat gaven we dan zo door. En dan konden we met elkaar praten zonder dat de juffrouw dat... Oh, weet ik niet meer. Over mooie jongens? Waarschijnlijk wel, ja. En mama, dit heb ik ook. Eigenlijk is dit voor boeken, maar ik gebruik het om te spieken. Want dan kan ik hier zo de antwoorden in schrijven. Silla die gaat aan de spiekbriefjes, jongens. Wat vinden we daarvan? Leuk! Oké, okay, spiekbriefjes, maar het zijn post-its dingetjes om aan je boek te plakken dat je weet waar je bent. Ja, maar ik ga ook spiekbriefjes. Ja, de spiekbriefjes, ja. Ik heb een pen. Een pen. Nou, wat zei je in de auto? Je vond de pen een beetje saai. Dus, wat ging je ermee doen? Erop tekenen. Ze gaat erop tekenen, want het is een soort kartonnetje. Ja, en dat vind ik niet mooi. Dan vond ze die zo mooi. Ze ga je nog mooi maken. Die ga je oppimpen. dit is, hoe heet dat ook weer? Dat je... Oh, dat is leuk, dat is een weekplanner. Ja, een weekplanner. Kijk, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag of zoiets. Zie je dat? Ik zeg het even niet goed, want maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Kan je je hele week op plannen. Ja. Wat je allemaal gaat doen, wanneer je gaat spelen met je vriendinnen, wanneer je naar dansles gaat of je huiswerk moet gaan maken. Heb je al huiswerk in groep 4? Nee, in groep 5. In groep 5, oké. Dus je hebt nog geen huiswerk. Een notitieboekje. Een notitieboekje. Een notitieboekje. En wat kan je in een notitieboekje? Schrijven. Kan je notities zetten, dingen die je wil onthouden of dingetjes. Maar je heb schrijven. Er zit nog niks in. Nee. En Luxie die is iets aan het zoeken. Wat ben je aan het zoeken, liefje? Zit er een papiertje in? Oh ja, dat is lastig eruit te halen. Wat? Er zit een papiertje in. Wacht even, ik hou met mijn vinger vast. Dan trek jij eraan, kijk. Hey. Papiertje. Dat is grappig, hè? Ja. En dit is een mapje waar ik alles... Daar kun je alles in bewaren. Ja. En ik had ook iets heel leuks. BFF-kettingen. BFF. En wat is BFF-kettingen? Dat zijn vriendinnen die kettingen hebben en die horen bij elkaar. En die horen bij elkaar. Dus ik kwam die kettingen tegen en zei ze... Oh, mam, mag ik voor mijn vriendinnen meenemen? Weet je wat de afkorting is van BFF? Dat weet ik ook niet. Nee? Ja. Nee, ik weet het niet. Het is Engels voor BFF. Best Friends Forever. Oh ja. Beste best vrienden voor altijd. Forever. Best Friends Forever. BFF. For altijd. Ja, BFF. En dat zijn dus hele mooie hartjes. En ze heeft er 6. Nou, dan kun je heel wat uitdelen met je meidenclubpie. Ja. Hè, in de klas. Gezellig. En ik heb ook natuurlijk een snoepzak. Een snoepzak. Zullen we eens eventjes de snoepjes gaan? Volgens mij heb je alles, of niet? Ik heb nog één.
Oh, ja, nog één ding. Twee dingetjes. Oh. Is een utui. Ja, volgens mij is het een make-up tas, of niet? Ja, ik ga daar voor gebruiken. Voor je make-up, oh. Ga ik stiekem in de school nemen? Ah, nee. Make-upjes. Nee, begint dat nu al? Oogschaduw mee naar school? Lippen mee naar school? Die school. Blosje. Blosje mee naar school? En het laatste dingetje. Ja. Dit. Ja, die is ook wel leuk, hè? Dat is ook een notitieboekje. Kun je ook dingen inschrijven. Want je moet wel goed gaan oefenen met schrijven. Want dat ga je in groep 4 wel weer heel veel doen, hè? Ja. Yes. Schrijven. In de vakantie hebben we natuurlijk niet zoveel gedaan. Dat gaan we straks weer allemaal doen. Nou, dan wordt het nou tijd om de snoepjes te gaan proeven. Want ze mochten snoepjes uitzoeken. Maar dan wel in hun eigen kleur. Ja. Dus Lucilla die heeft een zak met allemaal blauwe dingen erin. Luxie heeft een zak met roze dingen erin. Ja. En Luan heeft een zak met meeste gele dingen. Maar je hebt ook wel blauw, zag ik alweer erbij zitten. Ja, die vond ik gewoon zo lekker. Gaan we dat eens even proeven. Ik dacht dat hij moest doen. Dan mocht je eentje van mij. Dat was ook nog een manier geweest. Dus even kijken, wat zit er in deze zak? Oeh, hoe ziet allemaal weer lekkere dingetjes zitten. Nou. Zoek maar een snoepje uit. Niet helemaal opeten, jongens. Jullie moeten er hier de hele schoolseizoen mee doen. Silla heeft een blauw hartje. En Luxie die is even aan het zoeken nog. Tennisbal. Die is ook wel grappig. Mama. Nou jongens, wat vonden jullie ervan? Van dat back to school shoppen. Oh. Is hij heet? Is de fireball? Nee, hij is heel hard. Oh, hard. Mijn kaken. Oh, je kaken. Kijk uit voor je tanden, hè. Nee, we gaan niet de hele zak nu opeten natuurlijk, hè? Dat begrijpen we wel. Die gaan we, mogen jullie weer verstoppen op je kamer, goed? Ja. Op je plekje. Wat mama niet weet. Wat mama niet weet. Ah, dat vind ik wel heel lief van je. We gaan ook proberen, blauw. Oh, dat is heel zuur. Oh, en een muis. Nou jongens, wat een kauwgom, Loli. Is het kauwgom of niet? Ik weet niet, ik denk het wel. Lekker? Lekker. Volgens mij is het geen kauwgom hoor. Is het kauwgom? Zit maar. Gelukkig heb jij een halve zak vol van die dingen. En Lux heeft ook een mondje vol. Nou jongens, en dan nemen we nog een laatste snoepje. En dan ruimen we de snoepzak weer op. Silla heeft een superblauwe tong. Ja, dit past wel bij je outfit nou. De schooltas, als jullie denken, hé, waar zijn de schooltas gebleven en zo? Nou, die konden nog van vorig jaar, want ik had vorig jaar hele goede schooltassen gekocht. Dus die kunnen ze nog een jaartje mee doen, vandaar dat ik niet weer nieuwe schooltassen heb gekocht. Dus jongens, de kinderen zijn helemaal weer klaar voor het nieuwe schooljaar. Ze zitten natuurlijk gewoon in groep 1, in groep 4 en in groep 6. Dus ze hebben niet hele zware boekentassen, ze hoeven geen boeken te kaften en zo. Dat hoeft allemaal nog niet. Voor degenen die dat wel allemaal moeten doen, heel veel succes ermee. Want ik kan me nog herinneren van mijn tijd in mijn middelbare school, dat het een heel klusje was om al die boeken te kaften. Maar goed, dat is bij ons nog niet aan de orde. Want ze hebben heel veel gewoon nog op school natuurlijk in hun laadje liggen. Wat gewoon van de school zelf is. En hun boeken ook van school. Voor nu jongens gaan wij de vlog weer afsluiten voor vandaag. Wij krijgen namelijk zometeen visite. Gaan we lekker met visite nog een hapje eten. En Luan vriendje blijft vanavond logeren. Dus die komen ook zometeen. En dan hebben we morgen voor jullie weer een nieuwe vlog. Dus jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En wij zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Doeg.